Hoi, kan je deze video liken met je duim? Ja, daarmee bedoel ik dus echt gewoon letterlijk je duim. Oeh, wees wel voorzichtig en zorg ervoor dat je op het juiste knopje drukt. Ah, ik hoop dat het je is gelukt. En in de Let's Play Wednesday van vandaag is het tijd voor een Wednesday story. Oeh, en daarmee bedoel ik niet een woensdag story, maar Wednesday van de hele populaire Netflix show. Jullie vinden het echt zo ongelooflijk leuk als ik video's maak over Wednesday en ik vind het zelf ook heel erg leuk. En waar ik nu wel heel erg benieuwd naar ben, is dat we dus gewoon een story verhaal gaan spelen op Roblox. En wat voor verhaal gaat hier uitkomen? Ik ben er super mega nieuwsgierig naar, dus laten we nu meteen beginnen. Ik sta hier zo in het bos op dit moment. Oh, zo ontzettend leuk. Ik hou van de frisse lucht en de bomen. Maar ik heb niet het gevoel dat het heel erg een Wednesday thema is. Dus ja, we gaan zien wat er allemaal uit gaat komen. Ik zie hier zo dat je van die blauwe busjes hebt of zo. En daar moet je dan in gaan staan, denk ik. Ja, is goed. Weet je, ik ga hier zo gezellig in deze bus. Oh, kijk eens eventjes. Wow. Oh, we worden geteleporteerd. Dat gaat echt super snel. Hier ben ik op Jamilala's bed. Oké. Nice. Ja, dit voelt wel echt heel erg aan als een Wednesday thema. Kan het zijn dat we nu op dit moment in het boarding school zijn? Dit is de principal. Oh, dus het schoolhoofd die zegt wakker worden iedereen. We hebben een heleboel nieuwe studenten dit jaar. Wow, deze school ziet er echt uit als een soort van klassieke oude vintage hotel. We moeten allemaal naar de courtyard gaan. En dan gaan we elkaar introduceren. Hoe moet ik naar beneden komen dan? Oké, ik spring er gewoon van af. Dat kan blijkbaar in deze Wednesday-wereld. Waarom heb je trappen nodig? Huh. Hallo mevrouw het schoolhoofd. Goedemorgen allemaal. Heel erg leuk om jullie hier zo te zien. Ja, geweldig. Ik vind dat ook heel erg leuk. Laten we alle studenten eventjes aan iedereen introduceren. Dit zijn de normies. Oeh. Kijk nou hoe ongelooflijk leuk hun uniforms zijn met het blauwe pakjes. En dit zijn de weerwolven. Oh my goodness. En dit is Wednesday. Oh, dat is super zielig. Maar wat ziet ze er ongelooflijk leuk en knap uit. Ze is hier nieuw. Dus iedereen een warm welkom voor Wednesday. Hallo. Hartstikke leuk. We zitten gewoon op school met Wednesday. Oh, het voelt echt alsof ik met een celebrity ben. Kijk nou, we gaan allemaal eventjes een rondje hier om haar maken. Hallo. Oké, iedereen. Het is tijd voor de eerste les. Oeh, yes. Ik heb er zin in. Oh, ik heb hier zo'n rood pijltje. Oh, jeetje. Oh, ik moet deze kant op. Ik heb nog maar 6 seconden. Wat? Straks ga ik het niet halen. Oh my goodness. Oh, daar is de deur. Net op tijd. Oh, gelukkig. Jeetje. Dat was wel heel erg krap, maar I made it. De leraar zegt yes. Ga lekker zitten, zodat we kunnen beginnen. Ik ga lekker voorin zitten, want ik ben heel erg benieuwd naar wat voor les we hebben. Vandaag is de eerste dag en dit zal je enige les zijn. Oh, oké. Ik zeg yes! De leraar, het gaat ook een korte les zijn, want ik moet eventjes naar mijn huisdier gaan. Ik moet ervoor zorgen. Oké. De leraar vraagt, hebben jullie misschien huisdieren? En Wednesday zegt, ja, ik heb er eentje en het heet Thing. Oh, dat is het handje. Hey, de monster zegt, ik weet niet wat er viezer is. Zijn naam of dat het een hand is? Wednesday zegt, jouw hand is misschien wel mijn volgende huisdier. Oh, sassy Wednesday. I like her. De leraar zegt, jullie moeten wel eventjes aardig zijn tegen elkaar. We hebben iets heel erg leuks op de planning. En het schoolhoofd zegt, we moeten weer terug naar de courtyard voor een speciale announcement. Oké, nou ik weet waar dat is, want hier kwamen we net vandaan. Ik heb echt super hard gestrest. Maar, ja, yes, we zijn er weer. Oh, gaan de weerwolven en de vampieren niet naar de les? Dat is niet eerlijk. Hebben zij een uitzondering? En Wednesday is hier ook al. Wow, dat is creepy. Je zat net nog in de klas. Ik ga gewoon eventjes hier zo staan voor het schoolhoofd. Zo van, hallo. Vanavond begint de jaarlijkse Evermore Fair. Maar je moet er wel voor zorgen dat je niet zomaar eventjes weggaat. Want je weet niet wat er allemaal in het bos gebeurt. Oké, kinderen, wie is er klaar voor? Ik ben er klaar voor! Yay! Kies mij! Kies mij! Ik weet niet waar je voor moet kiezen, maar kies mij! Kies mij! Oh, dit is zo leuk! We zijn bij de Evermore Fair! Oh, dus het is een soort van carnaval of kermis zelfs. Oh, hoe geweldig. Dit is gewoon de eerste dag op school. Ik heb het er nu al helemaal naar mijn zin. En ik mag gewoon eventjes een beetje rondkijken hier zo op de kermis. Oh, ik wil graag hierin. Kan ik erin? Auw. Oh, bijna. Ja. Oh. Ah, sorry hoor meneer. Wow, sorry mevrouw. Nou, het is heel erg leuk, maar het is wel een beetje pijnlijk aan mijn kont. Dus weet je, ik ga eventjes door naar de volgende. Er is hier een pad en iemand gaat er doorheen. Nee, dat moeten we niet hebben. We mochten niet het bos in. Dat zei het schoolhoofd nog zo. Ja, kijk, er wordt ingezoomd op het bordje en er staat niet naar binnen gaan. Hoe duidelijk moet je het hebben? Wednesday zegt, jongens, hij zit in de problemen. We moeten helpen. Dus wij zeggen, ja, oké, laten we gaan. Ook al had het schoolhoofd gezegd dat we niet het bos in moesten gaan, maar vooruit, prima. Oh my goodness! Zien jullie dat enge, vieze, gore, blauwe monster? Oh, hij heeft hem kapot gemaakt. No, hij is dood. En het monster loopt gewoon weg. Laat hij ons gewoon leven. Oké, nou ja, ik klaag niet, maar... Oh, Wednesday zegt letterlijk, waarom heeft hij ons niet vermoord? Wednesday, I like your mind. Wij zitten een beetje op dezelfde golflengte. Want het is inderdaad wel een beetje gek dat het monster gewoon wegliep. Oké, ze zegt, je moet het niet tegen het schoolhoofd vertellen, want dan kunnen we in een probleem raken. Ja, behalve dat er gewoon een student verdwenen is. Uh-oh, het schoolhoofd vraagt, zijn jullie in het bos geweest? En Wednesday zegt, oh ja, we hoorden gewoon een heel erg luid geluid. En we moesten eventjes onderzoeken. Oeh, smoesjes. Oké, zegt het schoolhoofd. Nou, dan gaan we weer. Oh, we zijn weer terug in de courtyard, hier zo op school. Alleen het is op dit moment hartstikke laat. We moeten terug naar onze kamers gaan en terug naar bed. Boven, volgens mij is het boven toch? Room 1, Jamilala en geknugdel. Fijn dat ik zo'n leuke kamer deel met zo'n geweldig persoon. Alleen ik zie niet dat hij in bed ligt nog. Is goed, dan ga ik wel gewoon in mijn eentje. Het is alleen maar chill als ik de hele kamer voor mezelf heb. Slaap lekker, is goed. Oh, ik moet alweer wakker worden. Jeetje, ik heb nog niet eens goed uitgerust. Maar goed, dan moeten we weer terug naar de les. Wednesday zegt, jongens, we moeten iets doen tegen dat monster. Dat is een goede Wednesday. Ik weet het niet hoor, zegt Lubby. Het ziet er een beetje gevaarlijk uit. Wednesday zegt, dat was de 5e persoon die hij dood heeft gemaakt. We moeten het onderzoeken. En het monster zegt, oké, we zullen wel helpen. Als er een monster rondloopt die allemaal mensen aan het vermoorden is, zou ik ook best wel willen helpen. Niet zo van, oké, vooruit dan. Zo van, ik wil graag dat dat monster stopt. Daarmee. Oké, Wednesday zegt, we moeten gewoon eventjes de les uitsneaken. Oh, is goed. Hoe gaan we dat doen? Vertel me maar eventjes. Later that night. Oh, we gaan 's avonds ontsnappen. Oh nee, ik ben weer op bed. Oh, dit vind ik niet leuk. Het schoolhoofd zegt, slaap lekker allemaal. Ja, ik ga mijn bed uit. Ik doe het maar snel. Oh, kijk nou eens eventjes, wat een mooi raam, wat een mooi uitzicht. Ik wil dit niet verlaten. Maar Wednesday zegt, we moeten nu allemaal weg. Maar wees voorzichtig, want er zijn camera's. Oh my goodness. Oh, daar ben ik echt niet goed in. Hier doorheen? Of moet ik gewoon eventjes wachten tot Wednesday klaar is met haar hele speech? Laat de camera's je niet zien. Thing zal je laten zien waar je naartoe moet. Oh, leuk! Wednesday haar huisdiertje. Oh my goodness, kijk naar die camera's. Ja. Ik ga het Thing eventjes volgen. Yeah. Handig dat er een heel groot geel woordje overheen staat met follow. Nee, Thing, wacht! Wacht op mij. Ik ga wel gewoon eventjes via de trap hier zo naar beneden. Oh my goodness, kijk naar al die camera's. Oh. Daar is Thing. Ja, ik kom er achteraan. Maar het is wel een beetje lastig, Thing, want er zijn heel veel camera's. Oké, ik kan hier zo eromheen. Yes. En dan loop ik zo deze kant op. Oh my goodness. Kijk nou hoe gigantisch die grote cirkels zijn. En dat Thing door die camera's heen loopt is helemaal geen probleem verder. Dat is niet raar of zo. Een hand die gewoon zo in beeld loopt. Oké, ik heb in ieder geval deze deur gevonden. Zijn er trouwens nog andere spelers? Oh ja, daar is het monster. Fijn dat jij er bent. Wie is er nog meer? Niemand. Maar we hebben in ieder geval Wednesday. Hij zegt haha. Oké, zal ik dat ook even zeggen? Haha. Enter. Wat een goed gesprek. Nog maar nee! Oh, dit zijn de enige 2 spelers die het hebben gehaald. En daarmee bedoel ik en iemand anders. Oké, Wednesday zegt, oh geweldig, jullie hebben het gehaald. We gaan nu uit op onderzoek. Nou, ik loop achter je aan, Wednesday. Ik vind het nog steeds echt super leuk dat ik gewoon met een super bekend meisje op school zit. I love it. Ah. Helemaal starstruck. Maar... nee, moet eventjes rustig worden, want we moeten focussen op dit gigantische monster. Oh nee, we moeten kiezen. Moeten we naar links of naar rechts? Ik weet het niet. Oké, ik denk dat hij misschien ook naar rechts wil, dus ik ga ook op rechts klikken. En Wednesday zegt, nou, dan gaan we naar rechts. Ik hoop dat we het juiste hebben gekozen. Nee, hij is geëindigd. Hij is weg. Nee, nou ben ik alleen. Alleen met Wednesday. Oh, ik moet hier gewoon eventjes gaan kijken of ik iets kan vinden. Het ziet er best wel veilig en normaal uit. Oké, behalve dat er een gigantisch zwaard hier ligt. Is goed, ik pak hem wel eventjes. Hier. Ik denk dat ik iets heb gevonden. Ja, Wednesday. Hier. Oh, wat gezellig. Wij zijn met z'n tweetjes in het bos. Helemaal niet creepy of eng of zo. Hier, dit is het zwaard. Misschien kunnen we het beter maar gewoon eventjes pakken voor het geval dat we het monster tegenkomen. Goed idee. Heel erg bedankt dat je het hebt gevonden, hoor. Jamilala. Oh my goodness. Wednesday heeft mijn naam gezegd. Helemaal starstruck. Ik zeg, voor de rest ziet het er allemaal heel erg goed uit. Dus ik denk dat we kunnen gaan. Wednesday, niet wegrennen. Ik kom achter je aan. Nee. Weet je hoe freaking snel ze rent? Hallo. Ik ben er nog. Wednesday. Ze moet absoluut en zeker eventjes op mij wachten. Even leren geduld hebben. Oké. Oh, daar ben ik. Oh, ik ben ineens gewoon hup dicht bij haar gespawnd. En ik heb dus nog steeds niet dat zwaard. Oh, een grot, zeg ik. Ik denk dat dit is waar het monster woont. Ik denk het ook, zegt Wednesday. Waarom heb ik het gevoel dat het monster er nu ineens gaat verschijnen. Wednesday zegt, we zijn hier naartoe gekomen om op zoek te gaan naar antwoorden. Dus we gaan naar binnen. Oh jeetje, een skeletje. Daar is nog een skeletje. Wow, waarom sta ik ineens hier? Dit spel is wel echt heel erg raar. Ik ben ineens in een hele andere plek gekomen. Ik zeg, ik heb hier niet zo'n heel erg goed gevoel over. Maar Wednesday zegt, ah joh, je bent een baby. Het gaat helemaal goed komen. Nee, nee, hij is hier. Ja, maar ik heb helemaal geen wapens. Yes, ik heb wel een wapen. Kijk, ik heb toch dat zwaard meegenomen. Oh, gelukkig maar. Dit vind ik niet leuk. Ik denk dat ik eventjes dichter bij het monster moet gaan komen. Nee, 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 nee. Hij slaat mij, hij slaat mij, hij slaat mij. Ik kom wel eventjes achter hem aan. Zo, zo. En dan ga ik weer eventjes weglopen voordat hij achter me aankomt. Nee, 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 nee. Ik ga wel eventjes jou slaan. Oeh, ik vind het echt een eng monster. Ik heb ook het gevoel dat het een beetje heeft te maken met de setting waar we zijn. Oh my goodness, hij heeft me helemaal omhoog gegooid. Oh my goodness. Mijn health bar hierboven. Het is zo ontzettend laag. Oh nee, ik ben dood, jongens. One life remaining. Hoe bedoel je one life remaining? En dan moet ik het ook nog betalen. Maar ik ga het wel doen. Oké, jongens. Ik ben er weer. Waar is dat enge monster? Ah, hij is bijna helemaal af. Kom op. 35, 20 en 5 en... Ah, yes, het is me gelukt. Hij is dood. Woehoe. Oh, wat gebeurt er nu? We moeten heel erg snel de grot uit, want de grot is aan het invallen. Oh my goodness, we moeten deze kant op. Ja, Wednesday is helemaal daar zo gekomen. Er zijn heel veel rotsen die vallen, maar ik ben er doorheen gekomen zonder aangeraakt te worden. Hi Wednesday, bedankt dat je eventjes op mij mag wachten, hè? Phew, dat was net op het nippertje, zegt ze. Laten we snel terug zijn voordat ze erachter komen dat we weg zijn. Wat een avontuur, wat heftig zeg, jeetje. Het voelt zo goed om weer terug in de courtyard te zijn. Het schoolhoofd zegt, het ziet er naar uit alsof jullie een hele lastige nacht hebben gehad. En Wednesday zegt, oh, nou, ik heb prima geslapen. Pff, ik zeg, ik ook. Terwijl jullie aan het slapen waren, heeft iemand het huisdier van de leraar vermoord. Ze is echt heel erg verdrietig. Weten jullie er iets over? Zullen we over een monster vertellen? Ja of nee? Oh nee, nou ben ik de enige die moet kiezen. Ik heb geen idee. Ja, ik ga gewoon over het monster vertellen. Want Wednesday zei niet dat we dat niet moesten doen. Yes, want dat was echt super gevaarlijk. En misschien is deze lerares ook wel echt heel erg gevaarlijk. Heeft ze dat bewust gedaan? Uh-oh. Wat is dat? Oh my goodness! Wordt doodgeschoten met een groene laser! Waarom heb je dat gedaan? Ze kwam achter te veel informatie, zegt de lerares. Wednesday zegt, te veel van wat? Jij zou het moeten weten. Aangezien jij mijn huisdier hebt vermoord. Dat monster was inderdaad jouw huisdier. Uw huisdier bedoel ik. Sorry, het is wel een leraar. Een beetje respect. Oh, ik ben bang. Wow! Oh my goodness! Een hoed! Hoho. Zo ongelooflijk dramatisch. Oké, het ziet ernaar uit dat jullie nu ook te veel weten. Oh nee, oh nee, oh nee, nee, nee. De leraar gaat ons ook vermoorden. Wat gebeurt er? Het hele veld gaat omhoog. Oh nee, ik vind het echt niet leuk. Kan ik nog weg? Ik wil dit niet. Nee, nou moeten we de leraar verslaan. De allergrootste, engste baas. Jullie gaan mijn plan niet verpesten. Welk plan, zeg ik? Kijk maar eventjes achter je. Wow. Dat ziet er echt heel erg eng en magisch en gigantisch uit. Ze heeft heel veel energie dat ze aan het pakken is. Ja, genoeg om de hele wereld en Nevermore mee over te nemen. Oh nee, Wednesday zegt, we moeten haar stoppen. We moeten de kleine pilaren verwoesten voordat ze alle energie pakt. Oké, nou ik ga mijn best doen. Oh jeetje. Ja, natuurlijk probeert ze mij dan weer aan te vallen. Oh nee. Oh, dit gaat wat worden, jongens. Als er eentje al gewoon zo sloom gaat. Oh my goodness. Hé, dat is niet eerlijk dat ze mij heeft gepakt. Ik wacht gewoon even. En dan ga ik deze weer eventjes zo aanvallen. Hupsakee, 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 hupsakee. Ik klik me helemaal gek. Dat vind ik niet leuk. Al die gekke rode dingen waar ik overheen moet springen en zo. En ik heb al niet veel health. En ik heb maar 1 revive. Jongens, denk je dat ik dit ga halen? Wat denken jullie? Ik heb in ieder geval 1 pilaar. Oh, dat is me gelukt. En dan komen daar weer die rode dingetjes aan. Oh my goodness. Oké. Het gaat me lukken om hier overheen te springen. Het gaat me gewoon lukken. Kijk eens eventjes. Yes, I did it. Oh, ja, ze komt wel achter me aan met haar magische kracht hoor. Maar ondertussen ga ik aan deze pilaar eventjes zo slaan met mijn zwaard. En dit gaat goed komen. Ah, nee, 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 nee. Oh. Ik moet hier overheen springen. Ik moet hier weer eventjes overheen springen. En ik moet uit dat rode rondje blijven. Maar ondertussen kan ik hier nog wel eventjes op slaan. En ik ben er bijna. 70, 55, 40, 25 en yes! Oh, die pilaar is weg. Oh, dit gaat echt heel erg goed. Wauw! Ik blijf mezelf gewoon complimentjes geven, want dan gaat het alleen maar beter. Kijk maar. maar eens eventjes. Jamilala. Je doet het zo ongelooflijk geweldig. Ik ben mega giga trots op je. Oh, ik moet hier snel eventjes uit. Oh, het is zo stressvol, maar het gaat absoluut en zeker goed komen. Ik moet nog eventjes over deze dingen heen springen. Ik hoef alleen maar dit te overleven. En ervoor te zorgen dat ze me niet pakt met haar gigantische rode rondjes. Ondertussen moet ik aan die pilaar gaan werken. Dit ziet er goed uit. Dit ziet er goed uit. Nog maar een heel klein beetje. En oh my goodness. Oh, snel eruit. Oh. Hallo, ik heb de pilaar verwoest. Yes. Wow, ik zweet me helemaal kapot. Maar kijk eens eventjes wat er gebeurt. Yes, alle energie wordt verwoest en het is weg. En de leraar, oh nee, dat is niet de leraar. Hex zegt, wat heb je gedaan? Al mijn macht. Ja, die wilden we wegkrijgen natuurlijk. Wednesday zegt, oh, het ziet ernaar uit dat je gewoon een normale lerares bent. Wauw, Wednesday is wel echt super stoer, super dapper en super slim. Ik ben heel erg trots op haar en ik vind dat ze het geweldig heeft gedaan. Maar tegelijkertijd ben ik ook wel trots op mezelf. Wednesday zegt, we hebben het gedaan jongens. We hebben Evermore helemaal verslagen. Of nee, niet verslagen. We hebben ervoor gezorgd dat het blijft bestaan. Ja, helaas zijn we wel wat mensen verloren. Maar goed, we hebben in ieder geval... Oh, het spel is geëindigd, maar het is wel bad ending. Is dat omdat ik het rechterpad heb genomen in plaats van het linkerpad? Zoveel verschillende vragen. Oké, ik vind in ieder geval dat ik het super goed heb gedaan. We zijn toch wel tot het einde gekomen, dus ik ben er mega trots op. En wat mij betreft, ondanks dat het een bad ending is, helemaal en hartstikke geslaagd. Als je dit gedeelte van de video ziet, dan betekent het dat je hem helemaal tot aan het einde hebt gekeken. En dat kun je bewijzen door de vraag van vandaag te beantwoorden. En die is, wat is jouw favoriete dag van de week? Misschien is het wel woensdag of zondag of vrijdag, omdat het begin van de weekend is. Laat me eventjes weten in de reacties eronder deze video. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei doei!